Nou, we zitten weer in een... In een supersmalst dorpje. Karomp is dit. Ze stuurt ons direct vanaf het veld van de camping of van de camperplaats de verkeerde kant op. Ik heb het niet snel genoeg in de gaten en verdomd, we zitten weer ergens vast. Oh my god, gelukkig slaapt iedereen nog. Dat is het voordeel. Een paar hele verbaasde mensen na. Wat we hier in godsnaam doen. En dan wil ze... Waar? Oh, daar. Gewoon slaaporde. Ik dacht de vier. Karomp. Sorry, Karomp. Yes. Nou, net na je ontbijt, hè? Dat is de nieuwste tactiek. Van nu zijn ze nog niet scherp. Nu doe ik het. Nu moet ik het. Ja, nu moet ik het doen. Ze stuurt ons helemaal naar Mont Ventoux, helemaal naar het noorden. Daarom ontdekte ik het eigenlijk. Oh, dat klinkt alsof er iets omging. Oeps, ging net. Wij moeten die kant op. Mazan, daar zitten we. En we gaan daarheen. De volgende bladzijde ziet dat er zo uit. Mooi, mooi. Dan gaan we vandaag dit rijden. En dit is een kloof. Die heet... La Gorge de Nesque, sorry, die zit hier. Maar dan moeten we er ook nog even in checken dat ze deze neemt. Want ze rijdt ze ernaast. Deze heb ik aangegeven. La Gorge de Nesque. Dat is trouwens een hele mooie weg. We zitten hier. En ineens is het bos weg. Daar, Gorge de Nesque. Oh yeah. Die bordjes volgen we. Wat er ook gebeurt. Sla over 400 meter rechtsaf naar de boer. Dat weet ik nog niet. Dan gaan we kijken, Truus. Dan gaan we over discussiëren met jou. 942. Oh boy. Oké, deze fijne straat hoort thuis in... Ville-sur-Ozon. Sla rechtsaf naar de boer. Alleen als dat de route van de gorge is. Ja, we gaan rechtsaf. En links of mag Tony? Nee, en rechtdoor kom je bij de kerk naar binnen rijden. Dus... Oh, dat is ook weer heel erg fijn hier. Oké dan. Houd over 700 meter rechts aan naar route de Lames. We rijden rechtdoor. Anders gaan we bij de Mary op de koffie. Het is lekker smal weer. Maar wat een sfeertje hier. Echt leuk. Of het toerisme is zoals gewoonlijk dicht. Die hebben we in Frankrijk nog nooit open gezien. Truus zegt geen reet. En wij gaan hier naar rechts. Van Truus zien, die pakt de verkeerde weer. Hier naar rechts. Hoppa. Helemaal goed. En we gaan niet terug. Nee. Nee. Salt. Hé, hey, een border collie. Kijk nou. Nee, het is geen border collie. Iets wat er mee geflikflooid heeft. Daar komen kindertjes van. Nou, dit is de weg naar de Gorge. En er is geen mogelijkheid meer om op die andere weg te komen. Dus wanneer ze dat wat willen doen? Truus? Meid? In Narnia. Door de klerenkast van Tante Kay. Nou, eens even kijken wat we van deze kleur vinden. Het is een kleintje. Op de Garmin. Waar wil je anders heen? Ik heb zo het idee, want er staan uitzichtpunten bij, dat we dus bovenlangs de kloof rijden. Dat weet je natuurlijk nooit van tevoren. Michelin heeft op
op zijn kaart sterren staan bij zienswaardigheden. Gorge du Tarn had bijvoorbeeld, ik geloof, 4 of 5 sterren. 4 sterren volgens mij en deze heeft er 3. Maar dat maakt niet uit, ik vind hem leuk genoeg. Het is alleen een beetje heilig, een beetje minder zonnig dan gisteren. Misschien is dat ook maar goed ook. Gisteren was het bloedverzinderend heet. Hè? Dan moet je zweten. Zo, dat was echt zweten. Uberzweten was dat. Zie je wel, 3 meter. Ze worden steeds lager. Oeh, hey.
dat is een langere. Kijk waar we nu zitten hoor, want ik weet niet hoe zij nou denkt. Geit en schaap. Ja, geit en schaap. Dat maakt leuke kaas. Nou, we gaan deze route rijden in het bos. De D943. Op zoek naar een wildplek. Sla over 3,5 kilometer scherp linksaf naar D5. Dus we zitten hier. Dan doen we dit en dan gaan we deze naar beneden rijden. En het weer is een beetje zo. We zitten te dicht bij de bergen om de zon te kunnen zien. Maar we zakken ook een beetje naar het zuiden, dus wie weet. Het is een heel leuk paardje, maar we hebben helaas nog niks gevonden. Maar het ziet veelbelovend uit, het paardje waar we op gaan nu. Want het is ongeveer net zo smal. En dan gaan we, als het goed is, richting San Saturne. Ja, dat is goed. Nou, 16 kilometer kans om een leuk plekje te vinden. Dus we rijden, als het goed is, nou, we rijden nog steeds noord-noordwest. Maar ja, die weg die gaat natuurlijk alle kanten op. We horen hemelsbreed naar het zuiden te rijden. We zitten hier, op deze. Maar deze punt maken we eens en dan gaan we naar beneden. Dus we zitten ergens hier. Dat is wel mooi. Javon heet dat. Het staat niet op de kaart. Kasteeltje. Er is een hijskraan staat daarachter. Dus ik weet niet of dit te bezoeken is, maar super mooi. Super mooi. Kijk dan toch. Wat gaaf man. Zot. Ik denk dat het een particulier bezit is, want ik zag iemand zich omdraaien zo van nu. Wat gebeurt er? Het staat gewoon niet op de kaart. Avon heet het. Jemig. We zijn nu een beetje hier. Er staat hier een ruïne. Avon staat er, Jean Nouveau. Het zou het kunnen zijn, Avon, maar we zijn hier helemaal niet. Dat moet dan hier liggen. We zitten op deze weg. D943. Volgens Truus. Dat hoop ik dan maar. Maar het raar is dat we noordwest rijden. En dat klopt niet, want we rijden niet noordwest. Is dat dit ding misschien? Nee. Ik moet even een ander kompas hebben om te verifiëren. Dat is het noorden. Dus we rijden west-zuidwest. En hij geeft west-noordwest aan. Heel vreemd. Twee verschillende richtingen. Heel spannend. Maar ik geloof toch mijn oude kompasje hier, geloof ik meer. Ik bedoel, de zon staat ook links van ons. Klopt ook, want die staat oost-zuidoost nu. Want het is nog ochtend. Oost-zuidoost. Hij draait langzaam naar het zuiden en dan naar het westen. Is het een andere zon? Ja, nou, ik ben niet gek. Dus dit kompas doet weer vreemd. Kijk dan, man. Hij draait een rondje. Nou ja. Hij wordt gestoord door het een of ander. Heel vreemd. Rij nu oost. Volgens haar rijden we noordwest. Nou, in ieder geval is het... nou, hij is weer. Nee, joh, kijk dan. Dan gaat ze weer naar noordwest. Nee, daar klopt geen hol van. Voorlopig rijden we ineens in een heel mooie omgeving. Over in een of andere gorge. Onbedoeld. Ik denk niet dat we hier een of andere bosplek gaan vinden. Maar het is wel gaaf. Waar zitten we nou toch weer? D943. Dit is toch niet... We rijden toch niet weer de kloof in? Nesk? Ja, nu gewoon laag. Ja, maar we gingen... Op het laatst gingen we... Nee, we gingen naar beneden. Ja.
Wat is dit voor iets mafs, man? Ja, nee, ik ook niet. En volgens haar rijden we naar het zuiden. Volgens hem rijden we naar het westen. En volgens mijn kompas rijden we naar het zuid-zuidwest. Nou, schiet mij maar lek. Dat is echt. Elk navigatieapparaat geeft wat anders aan. Erg leuk. Ik kijk gewoon naar de zon. Die doet geen rare dingen. Hij schijnt. En die volgen we. We volgen de zon.